In onze winkel en online hebben we een heel uitgebreid assortiment aan motorbroeken. Maar welke motorbroek past nou het beste bij jou? Ik ben Mark van Motorkledingcenter TV en in deze video help ik jullie bij het uitzoeken van de juiste maat motorbroek. Om de juiste maat motorbroek te achterhalen hebben we een aantal maten nodig. Nou is het zo dat je een motorbroek staat kan passen, maar het allerbelangrijkste is ook dat je ermee op de motor gaat zitten. Want wat je zal zien is als je op de motor gaat zitten in gebogen houding, dat een broek een heel stuk opkruipt. Let er daarom dus op dat je de broek past op de motor en daar pas beoordeelt of de broek echt goed zit. Om de maten te achterhalen hebben we een meetlint nodig en moeten we een aantal metingen doen. En aan de hand van die metingen kunnen we met een matenbel achterhalen welke maat broek je hebt. Als je eenmaal een maat hebt bij een bepaald merk, wil dat niet zeggen dat je in alle broeken, alle motorbroeken dezelfde maat hebt. Want ieder merk heeft ook weer een andere pasvorm. Dus het is echt per merk belangrijk om goed te meten wat jouw maat is. Om de juiste maat te achterhalen moeten we een aantal metingen doen. We beginnen daarmee bij het meten van de taille. Dit doe je ter hoogte van de navel en je pakt dan het breedste stuk. Dan gaan we een stukje verder naar de heup en daar meet je het breedste gedeelte van je heupen. Voor de lengte van de broek pakken we de binnenbeenlengte. En de ene keer is dat vanaf de kruis tot aan de grond en de andere keer vanaf het kruis tot aan de enkel. Dit staat bij de matenbel aangegeven. Nou, sommige fabrikanten vragen dan ook nog de volledige lengte om goed te kunnen achterhalen welke lengte broek bij jou het beste past. Daarnaast is het voor sommige merken van belang om de omtrek van je bovenbenen te meten. Want zeker bij een leren motorbroek die nauw moet aansluiten, is het wel belangrijk dat je er natuurlijk in komt. Nou, ik zal jullie demonstreren hoe je het beste de maten van een broek opneemt. Het is het makkelijkst als je samen met iemand anders bent die je kan helpen met het opmeten van een maat. Als we een meetlint pakken en we geven de 0 aan de andere kant, dan kan jij hem hier vasthouden. En dan kunnen we makkelijk meten wat de taillemaat is. Hier zien we dat taillemaat 87 is. En we moeten hem niet te strak aantrekken, want anders, je wil natuurlijk ook niet dat de band van de broek te strak zit. Daarnaast pakken we de heupmaat. En dat doen we rond het breedste gedeelte van de heup en de billen. En die zit op 94 centimeter. Het makkelijkste is om daarna de bovenbeenomtrek te meten. En dat doe je op het breedste gedeelte van je bovenbenen. En die komt bij Justin uit op 58 centimeter. Voor de binnenbeenlengte hou je de 0 bij het kruis. En die schuif je zo ver mogelijk omhoog. En die doen we in een hoek naar beneden tot aan de enkels. Tot aan de enkels is bij Justin 77 of tot aan de grond. En dan komt hij uit op 85. Nou, met deze maten zou Justin kunnen achterhalen wat een beste maat broek bij hem is. Bij Revit, bij het model wat we nu voor hem hebben uitgezocht, was dat een verlengde M. En Justin zal nu die broek aantrekken, zodat we kunnen zien waar je op moet letten bij het aanschaffen van een broek. Als je de voor jou beste motorbroek hebt aangetrokken, kun je op een aantal manieren zien of de broek goed voor jou geschikt is. Nou, wat we zien is dat de lengte, terwijl Justin zit, nog steeds goed onderaan de voet valt. Maar wat je niet wil, is dat je broek boven de enkels eindigt. Dan krijg je hoog water en naast dat het er niet zo mooi uitziet, zorgt dat er ook voor dat er water en kou langs de onderkant via de laars omhoog kan komen. Je kunt een broek aan de onderkant vaak stellen. Op die manier zet je hem wat strakker rondom de laars. En dan wat ook belangrijk is, is dat je knieprotector op de juiste plek zit. Voel even of de knieprotector verschuift van zijn plaats. Want als dat zo is, dan zit hij te los om je knie. En dan is dit niet de geschikte broek of niet geschikte maat voor jou. Vaak kan je de knieprotectoren in de broeken nog qua hoogte stellen. En wat belangrijk is, is dat de protector ongeveer 3 cm tot 4 cm over je knieschijf al protectie biedt. Dat als je bijvoorbeeld onderuit gaat en je buigt je knie, dat je protector nog steeds op de juiste plaats zit. Zo is het ook belangrijk dat de broek aan de achterkant aansluit en dat je geen open gedeelte houdt, want anders is het natuurlijk ook niet fijn motorrijden. Daarnaast moet je er rekening mee houden hoe je je motorbroek gaat dragen. Want in dit geval zitten er 2 voeringen in de broek. En zeker als je daar in de winter met je normale spijkerbroek onderaan wil rijden, is het ook van belang dat je de broek zo opmeet. Heb je de metingen gedaan, dan staan er onder deze video in de beschrijving links naar de juiste maattabellen. Hierin kun je per merk zien welke centimeters horen bij welke maat. Nou, wil je een keer echt advies? Kom dan langs in een van onze winkels. Dan kunnen onze specialisten kijken of je de juiste maat hebt uitgekozen. Ik ben Mark van Motorkledingcenter TV. Bedankt voor het kijken.